Johan Kusters uit Tiel is maandag bij de opening van Wielerpark de Betuwe in Tiel aan de Schaarsdijkweg benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kusters is voorzitter van fietscrossclub De Weirijders. Hij was intensief betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe wielerpark. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Beenakker. Het wielersportcentrum, dat tweede paasdag officieel geopend is, is een initiatief van wielrenvereniging JVR de Batouwers en de Tielse fietscrossclub De Weirijders. Het centrum heeft een BMX-baan, een wielerparcours met een lengte van 1,5 kilometer en een cyclocross mountainbike parcours.